En het Gouden Kalf voor beste hoofdrol dramaserie 2022 gaat naar Jeroen Spitsenbergen. Wow. Jeroen Spitsenbergen! Beste hoofdrol dramaserie 2022. Mooi! Ik vind het leuk! Jeroen, gefeliciteerd! Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik dacht, the future is female, hoorde ik. Dus, hier ben ik. Ja. Hier ben ik. Oké, wauw. Wat leuk. Ja, er is zo ontzettend mooi gespeech vanavond. Tenminste, dat kwartier dat ik aanwezig ben. En ik heb geen mooie speech, dus ik sluit me aan bij alle voorgaande sprekers. Mijn zoons die zijn hier vanavond in de zaal, wat ik ongelooflijk leuk vind. En nou, die waren er echt heel de week al van overtuigd dat ik hier het podium op mocht. Maar goed, het zijn dezelfde jongens die er vorig jaar een weddenschap op afsloten dat mijn haar nooit meer zou teruggroeien. Dus ik ben blij dat ze er af en toe ook naast zitten. Ze waren trouwens ook benieuwd of ik nou eindelijk eens iemand ga spelen die aan het einde niet doodgaat. Ik zei, ja, weet je wat het is, jongens? Producenten zien papa graag sterven. Ik ben ontzettend dankbaar hiervoor, voor deze erkenning. En die wil ik heel graag delen met mensen die... Oh, ik moet natuurlijk een beetje hier staan. Met mensen die, wat mij betreft, verantwoordelijk hiervoor gehouden kunnen worden. En dat zijn een heleboel, te veel om op te noemen. Laat ik me beperken tot Avro Tros en Hollands Licht, Mark Fürstner, voor hun vertrouwen. Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht voor de fantastische scenario's van het Jaar van Fortuin. En onze rots in de branding, onze fantastische regisseur Michiel van Jaarsveld. Tijdens het Jaar van Fortuin wil ik ook eventjes, dat is voor mij belangrijk, vond er een wissel plaats in mijn management. En ik wilde twee fantastische vrouwen, mijn oude manager en mijn nieuwe manager, heel erg graag bedanken voor hun onmisbare werk elke dag. Dat zijn Janie van Ierland en Melissa Elzinga. En tot slot, ook zie ik echt, er is een soort autocue met nul, dus ik moet nu van het podium af. Eén klein ding wil ik nog zeggen. Ik heb het grote geluk dat ik omringd ben met ontzettend veel liefde en support van mijn familie. En dat wil ik zeggen. Jullie maken mij elke dag rijker, completer en heel gelukkig. Mijn vader, mijn moeder, Olinda, Milan, Diego. We hebben een kalf. Beste hoofdrol drama serie 2022, Jeroen Spitsenbergen.